gezien? Vandaag is het Afrikaanse dansfeest met de workshop ook bij, dansworkshop. Ik kom ook eten, we gaan ook eten, Afrikaanse eten, maaltijd zit ook bij. En gezelligheid. Waarom is deze dag georganiseerd vandaag? De dag is georganiseerd omdat wij Kasum Sanogo hebben uitgenodigd en hij heeft een cd gemaakt. En het is een cd-presentatie van hem. En daaraan gekoppeld doen we natuurlijk de workshop als introductie van Thierry. Dus jullie beginnen zometeen met een Afrikaanse dansworkshop. En door wie wordt die gechoreografeerd? Door Rabbi Thierry, die komt uit Ivorcus en hij woont in Spanje. Je vous invite à bien ouvrir les yeux, surtout les yeux du cœur, ok? Les yeux du cœur pour pouvoir bien voir ce qu'on donne. C'est des choses qui sont, c'est la danse, mais on va essayer de faire les différents pas pour que tout le monde puisse bien le prendre. En met welk doel is jullie stichting opgericht? Het is ooit opgericht met als doel een dansproductie van Serge te maken. Hij wilde heel graag een eigen dansproductie, helemaal vanuit zijn visie en zijn talent maken. Hij choreografeerde heel veel voor andere groepen, maar nu wil hij echt zijn eigen ding maken. 1, 2, 3, 4, 1, 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 1
leven, het vrouwelijke, het vernieuwende. Hè? En we willen ook vernieuwende dans brengen, dus niet alleen de traditionele dans. Dus dat vertegenwoordigt eigenlijk een heleboel in die naam wat wij willen uitdragen. De Zhaoli is een legende. En de legende gaat erom dat er een godin, een deïs, die vindt een man die heel ziek is, die gewond is. Hè? En de godin Zhaoli is de beste danseres ooit en de beste jager ooit. En zij vindt die man en zij verzorgt hem, ze geneest hem. Maar dan is er een andere god en die is jaloers en die doodt haar. En dan reïncarneert ze terug op aarde in een dans. En die dans, dat is de Zhaoli, die wordt van oorsprong gedanst door mannen. En degene die de godin vertegenwoordigt, die heeft een vrouwelijk masker op. Deze stichting, omdat u was begonnen met drie Nederlandse vrouwen. Dan zei ze, oké, noem dit Zhaoli. Oui, c'est la première fois que je donne un workshop de cette envergure, mais j'ai fait aussi des petits... J'ai aidé surtout Serge qui est dans le domaine de l'art. Je l'ai aussi aidé dans des montages de spectacles. On a fait aussi des petits spectacles. Ça m'a permis de pouvoir connaître au moins le public hollandais. Et qu'est-ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, etc. etc. Voilà. Welk deel van Afrika is jullie stichting actief? Voornamelijk West-Afrika. En we zijn 2 jaar terug in Ghana geweest. Een aantal keren heb ik dansreizen georganiseerd in Senegal. En dit jaar organiseren we ook een reis naar Ivoorkust. Ik ben erin gestapt met het idee van ik ga niet alleen voor die dansproductie, maar ik wil veel meer met zo'n stichting. Ik wil veel meer uitdragen. Dus het is echt een culturele dansuitwisseling voornamelijk? Culturele uitwisseling, ja, tussen West-Afrika of Afrika en Europa. En dat kan zowel binnen Europa als tussen Europa en Afrika.